In Dubai heeft de politie versterking gekregen in de vorm van een robot. Deze robocop van het Spaanse bedrijf Pol Robotics kan criminelen herkennen en bewijsmateriaal verzamelen. Hij zal in drukke buurten gaan patrouilleren. De robot is uitgerust met camera's en gezichtsherkenningssoftware. Hij kan gezichten vergelijken met de politiedatabase en een match rapporteren bij het hoofdkwartier. Via de camera kan de politie meekijken naar verdachte situaties zoals onbeheerde tassen in drukke gebieden. Daarnaast kan hij kentekenplaten lezen en het publiek kan ook met hem praten en een strafbaar feit melden via de touchscreen die op zijn borst vastzit. Als dit experiment succesvol blijkt te zijn, is het de bedoeling dat in de toekomst 25% van de surveillanceagenten uit robots zal bestaan.